Gisteren had ik het over Wilhelm Friedemann Bach, de oudste zoon van Bach, geboren in 1710. Die was zeer muzikaal ook. Dat bleek wel, omdat hij dus op 10-jarige leeftijd kreeg hij dat klavierbüchlein voor Wilhelm Friedemann Bach. Daarin stonden best veel stukken. Het is best een dik boek. Maar dat was didactisch ook echt verantwoord. Daar kon Wilhelm Friedemann mee aan de slag. Maar het leuke was dat dat niet alleen gericht was op het piano spelen, maar ook op het componeren. En het bijzondere dan ook weer is dat in dat boek zelf al composities van de jonge Wilhelm Friedemann stonden. Dus Bach had composities van zijn zoon al in het cadeau voor zijn zoon verwerkt. Het grappige is dat die prelude die ik gisteren speelde, die is van de Johann Sebastian, van de vader, zijn hand. Ik kwam nu op nummer 26 in dat klavierbüchlein een prelude tegen. Dat lijkt er heel veel op, maar daar staat de naam van Wilhelm Friedemann bij. Die lijken dus heel veel op elkaar, maar zijn net weer anders. Dus vader en zoon doen net wat anders. En we weten dus ook niet of Bach geïnspireerd is door zijn zoon of zijn zoon door zijn vader. Maar het klinkt zo.